Dag bloemisten van Nederland. Het is inmiddels maandagavond, net na de persconferentie van premier Rutte. En we kunnen melden dat we goed nieuws hebben voor bloemisten. Waar het in eerste instantie ernaar uitzag dat alle winkels, inclusief de bloemisten, gewoon volledig dicht zouden gaan, hebben wij het toch voor elkaar kunnen krijgen om de bloemenwinkels een soort van open te houden. Een soort van, dat betekent de fysieke winkels gaan dicht, deuren moeten sluiten en mogen geen klanten in de winkel komen. En toch kan de verkoop doorgaan omdat we hebben afgesproken met diverse ministeries dat er buiten de winkels een verkooppunt mag geplaatst gaan worden. Nou, dat betekent een kassa naar buiten brengen, producten buiten brengen, uiteraard de presentatie naar buiten en klanten daar laten kopen en laten afrekenen. Mensen mogen de winkel niet in, maar mogen wel buiten de winkel ook afrekenen. Nou, dat is het goede nieuws van nu. Deze situatie blijft in principe in ieder geval tot aan de kerst. Na de kerst weten we het op dit moment nog niet heel precies. Daar gaan we morgen met het ministerie van Economische Zaken over verder spreken. En we hopen dat het ook na die tijd ook doorgezet kan worden. Maar voorlopig hebben we in ieder geval in de komende anderhalve week alle ruimte om fysiek, weliswaar onder nieuwe omstandigheden, te kunnen verkopen. En daarnaast heb je ook nog alle mogelijkheden om online aan de slag te blijven. We wensen je in de komende dagen enorm veel succes. Houd de media van VBW gewoon in de gaten. We zullen, als er nieuws is, dit melden via onze website, via onze Facebookpagina's, via Instagram. Alle andere mogelijke kanalen die we hebben, benut die. En we zullen de informatie die er gaat komen, actueel ook bij jou brengen. Voor nu, heel veel succes en alle goeds. Hoi hoi!